Sadi goed als doorgekomen vanaf het middenveld. Choupo-Moting dus, de maker van de 1-0. Zetten Comoren daar in de kiem gesmoord. Overtreding in de middencirkel. Zij wachten nog even voor de lat. Dat leek er niet te zijn. Vrij trap snel genomen. Bitolo. Choupo-Moting. Paas van Damoma richting Changama. Slot misschien? Nee, de paas daar. En dit is een goeie. Dit is bijna de 1-1. Niet de grootste man die daar in het midden de kopkans krijgt. De bal van Yusuf voorzet. De ene Yusuf, want de andere kopt hier net naast. Benjaloud Yusuf naar Mohamed Yusuf. En bijna kort voor rust de 1-1. De 45e minuut van deze eerste helft. Het einde van deze eerste helft is in de extra tijd. Komt de Comoren een paar keer opstomen via deze linkerkant. Via Benjaloud Yusuf. Additional time, 1 minute. 1 minuut extra dus. Bijna een halve verstreken. Choupo-Moting. Ja, dat is te laat. Ja, nu is het buitenspel. Nee, hij wordt niet gegeven. Dan is er geen controle ook. Dat was ook. Nog 10 seconden in deze eerste helft. Gaandeweg de wind meer en meer toenam. Tot stormachtig. Veel wind. Veel regen. En dat heeft toch wel zo zijn invloed gehad op de eerste helft. En zal in de tweede helft ook zijn invloed hebben. Dan heeft Comoren de wind in de rug in de wetenschap. Dat ze 2 keer moeten scoren. Willen ze het eindtoernooi van de Afrika Cup gaan halen. Want dat is de opdracht nu. Na de eerste 45 minuten door de goal van Choupo-Moting moet Comoren 2 goals maken naar rust. Anders gaat het Cameroen van Clarence Seedorf en Patrick Kluivert naar de Afrika Cup. 1-0 dus de ruststand bij Cameroen-Comoren. In de rust kunt u kijken naar een wedstrijd uit dezezelfde groep. Maar die dan gisteren werd gespeeld. De wedstrijd tussen Malawi en Marokko. Veel plezier erbij. Wat deze wedstrijd betreft graag tot over een minuutje of 13.30 à 14.